We hebben net met de familie van Kaam hebben we de contractondertekening van Joël van Kaam gevierd. We hebben wat foto's gemaakt. Ik heb een praatje gehouden over hoe wij Joël bij FC Groningen zien en waarom we hem graag wilden verlengen. Nou, dat is hartstikke mooi. En dan is Daniel, zijn broer, er ook bij. De ouders waren erbij, de opa. Dus hartstikke mooi dat het op deze manier kan. Gefeliciteerd, Joël. Hoe voelt dat? Dank u wel. Ja, voelt goed. Ik ben blij en trots op dit moment. Op het moment dat ik het hoorde van dat ze met mij wilden gaan verlengen. Dat moment was ik gewoon, ik hoorde het thuis via een belletje. En was ik gewoon blij mee. En ook een gevoel van trots inderdaad. En ook een gevoel van vertrouwen vanuit de club. Dat ze met mij door willen gaan. Dus dat is mooi. Nou, Joël is nog hartstikke jong. Ja, hij komt natuurlijk uit onze eigen opleiding. Een jongen die uit de buurt komt ook. Dus ja, dat zijn wel extra's voor ons. Hè. Dat is extra mooi en leuk, denk ik ook voor onze achterban. Dat jongens uit de regio ook in het eerste van FC Groningen kunnen komen. Dit seizoen, vooral dit seizoen eigenlijk een nieuwe positie gekomen. En dat is dan wel voor mij een uitdaging om daar heel veel stappen op te zetten, zeg maar. Ik stond dus eerst vooral in de jeugd, vooral rechtsbuiten. Eigenlijk alleen maar rechtsbuiten. En sinds dit seizoen meer als rechtsback, rechter wingback. Ja, veel meer verdedigende taken, dat sowieso. Verdedigende verantwoordelijkheden. Natuurlijk op rechtsbuiten is het gewoon meer acties. Dan gaat het meer om acties maken. En dat kan nog steeds, als je eenmaal door bent gegaan aan de rechterkant, zeg maar. Maar het geeft ook veel meer verdedigende taken en daar ben ik nog niet zo heel erg gewend van de jeugd. Dus dat is toch wel een stukje wat uitdaging is. Zeg maar. Ja, hij gaat altijd 100% en doet elke dag zijn best. En dat vindt denk ik onze achterban ook mooi om te zien. Maar dat is ook essentieel om uiteindelijk stappen te kunnen zetten. Hij heeft de snelheid en de power om ook goed duels te kunnen spelen. Daar zal hij wel stappen in moeten maken en zich in moeten ontwikkelen, maar de voorwaarden heeft hij. En dat geldt eigenlijk ook voor het gedeelte aan de bal. Hij heeft superveel snelheid, hij is enorm snel. Hij kan ook nog een mannetje passeren. Dus ja, alle ingrediënten zijn er. Alleen om het op het niveau van het eerste van FC Groningen te doen. Waarbij je net iets sneller moet denken, net iets sneller moet handelen. Je aanname perfect moet zijn. Ja, die stap die moet hij nog wel zetten. En dat is ook helemaal niet gek, want hij is nog, zoals net gezegd, ook hartstikke jong. Ik zit al heel lang hier, bijna 10 jaar volgens mij. Dus vertrouwd en voel me thuis hier. Nou ja, laatste tijd veel met eerste dus meegetraind dit seizoen. En dus eigenlijk het doel om vast bij het eerste te komen en dan zoveel mogelijk minuten te mogen maken. En uiteindelijk dan een basisplek verdienen in de eerste selectie, in de eerste elftal. Het is ook mooi, vind ik, om twee broertjes bij FC Groningen in de eerste selectie te hebben. Aan de andere kant kan ik me ook voorstellen vanuit hem dat hij zoiets heeft van ik ben Joël van Kaam en ik ben niet het broertje van Daniel. Nee, ik ben mijn eigen persoonlijkheid en ik ga laten zien dat ik ook heel veel in mijn mars heb. En dat is aan hem uiteindelijk om dat te gaan laten zien. Ja, we blijven natuurlijk wel gewoon broers. En als je gewoon twee broers dezelfde elftal spelen, is dat ook wel logisch. Ik vind het ook niet zo heel erg op zich, maar kom wel een keertje wanneer ik dat niet gezien. Je bent al sneller, toch? Ja, denk ik wel. Dus, kom vanzelf. Ja.